welkom bij een nieuwe aflevering van Maffe Muts. En ik heb vandaag de opdracht gekregen om iemand te interviewen. En diegene zit nu naast mij. Hoi. Dit is Noor. En ik heb een stelling gekregen, of gekozen. En dat is de stelling, moeten schooldagen korter? Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind eigenlijk... Ja, ze zouden wel korter mogen. Ik heb daar zelf niet zo heel veel problemen mee. Maar alleen is het jaar dan langer, zijn de vakanties korter. En dat is dan ook weer niet leuk. Ja. En wat nou als je een juf of meester zou zijn? Want als je een juf bent, dan zit je meestal tegen al die kinderen van... Ga nou zitten. Want onze meester behandelt ons zelf als honden. Want hij zegt gewoon, ga zitten en blijven. Terwijl hij zelf een aap is en dat klopt gewoon niet. Maar goed, ga verder. Nou, ik zou zeggen dat de schooltijden zo eigenlijk wel goed zijn. Ja, we zijn dan gewoon blij met de woensdagmiddag vrij. Ja, en dat is eigenlijk ook gewoon prima dat ze gewoon een middagje vrij hebben, zeg maar. Ja. Want dan hebben ze ook meer tijd voor zichzelf en voor hun vrienden en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat vind ik ook. En wat heb jij dan zelf liever als je niet denkt aan het feit van... Ja, je hebt dan toch minder vakantie. Wat heb je dan liever? Meer school en meer vakantie? Minder school en meer vakantie? Minder school en minder vakantie? Of meer school en meer vakantie? Ik zou eigenlijk zeggen meer school en meer vakantie. Want meer school, ja, je leert toch veel op één dag. En als je dan lekker vroeg thuis bent, dan denk je wel echt van yes. Maar uiteindelijk zie je toch dat je gaat vervelen. Ja, na vakantie zit je meestal de laatste week ook van... Maar ja, dat merk je ook wel, ja. Oké, nou, bedankt dat je er was. En tot het volgende filmpje. Doei!